Sup guys, it's your boy Denta met weer een nieuwe Shadow of the Tomb Raider aflevering. Ik heb er super veel zin in. We staan vandaag in een gloednieuwe challenge tomb en dit speelt zich af om en nabij het dorp, als ik het goed heb. Ik weet het niet echt zeker meer. Het is in ieder geval een gloednieuw stukje jungle. Pakken we de map erbij, dan zie je een beetje waar het is. Het is inderdaad om en nabij dit dorp. Uitgezoomd heet het, eventjes kijken, Kuak Yaku. Daar hebben we 21% gecomplete, nog best veel te doen. En we zijn inderdaad in een challenge tomb. En deze is best wel groot, we kunnen zelfs helemaal naar beneden duiken. Hier hebben we zelfs nog een punt waar ik zelfs missing a gear heb. Dat hebben we de vorige aflevering kunnen zien. Dus ja, laten we maar zo snel mogelijk van start gaan met het beginnen van het afronden van deze challenge tomb. Best een ding, best eng. Ik weet dat ik hier al het een en ander heb opgepakt, zeg maar, in de vorige aflevering. Maar ik wil alleen even kijken of hij dat heeft opgeslagen. En ja, dat heeft hij opgeslagen. Dus laat snel naar boven gaan. Op naar adem. Nou, fucking sicko, daar staan we dan. Ik hoor een bizar heftige waterval op de background. Horen jullie dat ook? En dit is in ieder geval onze uitweg uiteindelijk. But goddamn, ik heb er zin in. En ik hoop jullie ook. Aflevering 9, Shadow of the Tomb Raider. Show die support eventjes door een like achter te laten. En laat ik gewoon mijn gun erbij pakken. Want ik vertrouw deze shit op de een of andere manier niet. Waarom is hier vuur bijvoorbeeld? Spiezen, dat is echt niet oké. Oh, wacht eens even. Het is knijtrouwde wind, joh. Die door de grotten tocht eigenlijk. Ik dacht echt heel erg namelijk dat het een waterval was, maar dat is het dus niet. En waarom staat dit nog aan? An unknown area, challenge tomb. Dit is toch best frappant. Nou jongens. Ho, ho, ho. Wat is daar? Jullie zien dat ook, right? Oh, wolven. Ik dacht even dat het iets zoveel engers was, maar dat zijn beasts. Dan alsnog is het natuurlijk totaal niet optimaal. Waar moet ik heen springen? Even het een en ander op aan materials. En dan kunnen we hier onderdoor. Ik ben echt blij dat ik gewoon... Ja, je ziet het inderdaad, ja. Het zou ook wel mega brandbaar hier dus zijn. Wow, what the fuck? Holy shit, ik zei je toch? Er komt iets aan, joh. Lara, motherfucker, zet je lichtje aan. Ik word helemaal lijp van je. Oh! Oh, what the fuck? Ze zijn ook zo groot, hé! Nice. Quick time eventje. Yeah?
Dat beest is super mooi trouwens. Sowieso hun hele movement. Ah. Gaan we weer. Wat nu? Weer driehoekje. Oké, chill. Die is ook neer. Ik dacht toch echt dat ik op tijd was. Oh! Als je één keer te vroeg klikt, wordt dat nekkie ook doorgebeten. Goeie om te weten. Er komt er ook gewoon nog één. Tussen de ogen. Serious? Die beest staat en in de fik en achtervolgt. Wow. What the fuck? Ik kon zijn move niet aan. Oh god. Twee pijlen in. Nou, ik in mijn pijlen niet meer, dus die zijn echt gewoon gebruikt. Maar goed, dit kan ik wel allemaal weglooten, wat best wel goed uitkomt natuurlijk. Ik zag aan het einde van die kamer inderdaad nog wat loot liggen. Nu heb ik er helemaal veel in totaal. Ik denk dat ik daarheen moet, dat kan bijna niet anders. Of deze... muur moet nog iets zijn. Inderdaad, ik kan hier nog iets doen. Blij dat ik niet in één keer ben doorgegaan. Maar goed. Hij start al lekker hectisch. Nice. We zitten op een 100% van de Howling Caves. Chill. Nice. Ah. Ancient dialects increased. Ik ben blij. Call me a happy dog. The elders of the village have lied to us. There is no beast underground. The howling we hear is only the wind rushing out through small caves leading to the surface. They've used fear to control us for too long. Once I make my way out of this infernal sweat bath, I will throw their lies at their feet. Okay, ziek om te horen. Maar hij is er alleen niet uitgekomen, want hij is hier dood. Dus sowieso weet nog geen enkele dorpeling dat het gewoon wind is. Gas is nooit teruggekeerd. Waarschijnlijk zwaar gewond geraakt door die coyotes of waar we ook tegen vochten. Ik weet niet wat het was. Oké, we hebben één skill point. Dus ik ga gewoon lekker verder sparen. Daar laat het ook maar op. Dit is meteen een save. Dus toch goed dat ik het heb aangezet. Daar kunnen we heen. Maar we kunnen ook hierheen. Twee kanten. Ah, hier is een schat. Votan is an ancient Maya god of war and death. So old, he is rumored to have been old even before the beginning of time itself. He is usually depicted as having no teeth and being colored entirely black. Little is known about him, except that he likes to smoke pungent cigars. Interestingly, he is also the god who invented drumming. Okay, drumming. Interessant. Voor mijn gevoel zet Lara iets te weinig haar lampje aan. Okay, dit is overduidelijk een mechanic die... anders uitgespeeld moet worden. This must be the exit. Wat is dit echt de uitgang? Think this is the way out. Als dit echt de way out is, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat wij er op die manier heen gaan. Misschien kan ik hier dan iets fixen.
Sholot, God of Death. I'll have to get over there. Kijk, hier begint de tombe eigenlijk pas. Maar waarom bleef ik dan steeds van die boomstam vallen als je het gewoon met één simpele sprong kan doen? Oh. Ik hoor ze en niets voor niets. Er is hier ook fucking veel vuur. Dus we komen hier niet zo 1, 2, 3 voorbij. Waarom komt het vuur überhaupt uit het dak? Ah, met wind? There's my way across. Net op tijd. Oei, te gevaarlijk dit. Vuur wordt trouwens uitgeblazen, terwijl normaal juist vuur aanwakkert. Maar goed, daar is de wind waarschijnlijk te hard voor om dit juist nog aan te blazen. Het kan niet anders dan uitgaan. Yo, hé, hoe ga ik dat doen, joh? Auw, waarom? Er is gewoon letterlijk tijd gestopt in de deadscenes. Waarom gaat hij gewoon vies dood door mijn domme fout? Na een best wel lange tijd rondneuzen in een challenge tomb, alsof het echt de oude Tomb Raider is, heb ik waarschijnlijk eindelijk door wat ik moet doen. Het doet me een beetje denken aan de mechanics van Rise of the Tomb Raider. Kijk, door de wind hangt hij hier en dan moeten we hem uit zijn baan trekken. Like this. En dan tieft hij die andere naar beneden. Ik heb hier zo dom lang naar zitten zoeken en uiteindelijk dacht ik, wacht eens even, dat blok staat er toch niet voor niks. En dit waait hier toch niet voor niks. Het kon gewoon niet anders dan dat het was. Oh nee, dat gaan we even niet doen. In verband met de wind. Pleur die maar dicht ook dan. En al die mensen maar bang voor deze fucking berg, terwijl het al die tijd gewoon wind is, die zuist door de berg. Is toch ongelooflijk. Ik vraag me alleen af wat al het vuur hier doet. Hoe gaan we dit doen? Need more power. Maar ook echt een stuk meer. Ja, hallo. Oké, dat dit werkt. Dan hoe kom ik in godsnaam terug? Zo ook, een soort van. Now to get that other pendulum moving. Wat een werk, hè? Om een beetje te spelen met wind. Maar wel sick verzonnen. Trouwens, er zit er ook eentje in Rise of the Tomb Raider in zo'n grot. Waar ze ook enorm spelen met wind.
Yes, the perfect audio. Het lijkt erop dat we eindelijk de challenge tomb hebben opgelost. Duurde even, maar dan heb je ook wel wat. Want eigenlijk zijn het gratis skill points, hè? Zo kan je het zien. Deze oneindige vuursource maakt het alleen een beetje wat onrealistisch, want waar de fuck komt het vuur vandaan? Het druppelt vuur. Wie weet, het kan toch geen magma of wat dan ook zijn. Het is een beetje vaag. Reduce damage from fire and explosions. Hoezo is de wind ook precies nu gestopt? Dat is ook best wel vaag. Complete 3 challenge tombs. Chill, dat zit erop. Hij blijft op 66% steken en hij synchroniseert de trophies niet helemaal perfect. 3 keer raden waarom. Er zitten behaalde trophies van Assassin's Creed Odyssey tussen. En aangezien die game letterlijk niet uit is, snapt PlayStation niet wat die synchroniseren moet. Want de trophy list is niet eens gepubliceerd. Dus dat is nogal apart, maar op zich ook wel weer gaaf. Als je zo'n privilege krijgt. In ieder geval. Wind stopped howling. Ik weet niet wat het precies is, maar ik ga in ieder geval me even opslaan. Nog steeds 1 skill point. Nee, nu hebben we er 2. Dan kunnen we die toch misschien wel eventjes investen. Twijfel heel erg. Reduce damage from fire and explosions. Die hebben we vanzelf gekregen. Craft lure traps on enemy corpses. Dat klinkt best wel heel nice. Ah, die ken ik al. R1 ingedrukt houden en dan bij een lijk. En dan komt er een ontploffing uit dat lijk. Sick, dat er bepaalde skills gewoon rechtstreeks uit Rise over zijn genomen. Nou, ik ben ook wel weer zwaar benieuwd naar de storyline. Na zo lang te hebben aangeklooid in een challenge tomb. Herken ik dit gebied? Wat is de uitgang hier? Weer die fucking camera. Ik schrik er steeds van. Ik heb trouwens helemaal niet achter me gekeken. Wie weet wat daar nog ligt. Godzijdank ligt er niks bijzonders, anders had ik echt weer naar beneden gesprongen. En toch nog steeds kan ik nog een speciale deur openen bij de ingang van deze challenge tomb. Gewoon met een skill die ik nog niet heb vrijgespeeld. Nou, skill? Waarschijnlijk heeft het met equipment te maken, hè, wat ik nog niet heb vrijgespeeld. Hier, dit was de ingang. Crazy. Oh! Oh my god, door het oog van de naald. Nou, chill hoor. Hopelijk kan ik deze deur ook snel opengooien. Would be very nice. Nou, dit is dat nieuwe gebied. Het nieuwe gebied dat niet al te veel... Oh, het is allemaal vol. Chill. Wat niet al te veel content heeft hoor. Het zijn voornamelijk plantjes en andere resources. Kijk hier nog even goed rond. Bam. Nee, lijkt niet veel te zijn.
All full up. Can't carry any more. All full up. Can't carry any more. Blijf je het zeggen, chick? I don't understand. It's almost like a creel. Nou, deze kan ze dus overduidelijk nog niet completen. Nog niet de benodigde skill voor, de benodigde taal geleerd. Of wat dan ook. Dus ik vind het helemaal best. We gaan richting de storyline, waar we dus eigenlijk ook al bezig waren de vorige aflevering. Alleen toen zei ik, yo guys, toch maar eventjes naar een challenge toe. Toch weer extra kennis binnen over een bepaalde taal. Chill. Hey, resources. Maar waar gaat dit heen dan? Even kijken wat dit pad aangeeft. Echt helemaal niks? Het zit hier gewoon. Kan toch niet? Of kijk ik met mijn neus? Daar is wat, of niet? Jongen. Dat is waarschijnlijk hoe je hier gewoon terugkeert, weet je dat? Ik ben gewoon te fucking nieuwsgierig. Geen verkeerde eigenschappen voor de rest in zo'n game als deze. Ik zie ook overal van die vaat alsof hier een gigantisch gevecht gaat uitbreken. Wat zomaar eens zou kunnen ook nog. Dit is dat punt waar ze opeens alleen maar kan lopen. En dan kom je dus buiten de tempeldeuren en blijft als het goed is Jonah achter en moeten wij maar achter Trinity aangaan ofzo. Die inmiddels alweer dus, als je een beetje inleeft, veel meer progressie hebben dan wij. Aangezien ik ben teruggegaan voor een challenge tomb en hun gewoon naar de main tempel zijn gegaan. Een Maya tempel. Want officieel wonen de Inca's hier en is het ook gebied van de Inca's. Maar niets is minder waar. Chill, hier hoor ik weer alleen maar dat geluid. En dan heb ik het natuurlijk over de achtergrondgeluiden. Hè? Je hoort alleen maar een soort van geesten, hoor je weer. Eng geheigeld achtergrond. Nog meer in de buurt. Echt dat de vierkantje in beeld stond. Laat mij maar trippen hoor. Sorry dat ik continu op mijn survival instinct blijf drukken, maar ik ben gewoon te bang om iets belangrijks te missen. Dat snappen jullie ook wel. Oh, moet ik echt hier doorheen? Those drones were unexpectedly heavy and sharp. Boat looks okay though. Glad you're here. We have a problem. Jenny again? I'm on it. Oh, ik nam net een slokje. Ik nam net een slokje van mijn water, daarom hing ze nog even stil, maar dit was wel een hele mooie stealth kill though. Oei.
should I know? We haven't been able to reach them. Still? It's been over an hour. What the fuck is happening? I don't know. You know... This is compromised! Meteen schieten, joh. Erg nice. Volgens mij waren dat ze allemaal. Thank God. I can't carry anymore. Okay, snel verder. Beetje actie in. Yeah, there's a Trinity base here. Hey, Jonah, what happened here? I said don't break anything. Hey, Abby, I can explain. I'll get back to you later, Lara. Don't do anything crazy. Dan kun je makkelijk zeggen tegen haar. Nul skill points, true. Ze zegt voor de rest ook helemaal niks. Impossible. I can't carry anymore. An official Trinity report. The younger Croft is more active and less cerebral than her father was. Although intelligent, she is less focused on the meaning and history of the artifacts she seeks and more prone to risk-taking. With no children or family of her own, she is free to pursue her targets, almost to the point of obsession. Although this can make her appear impulsive or unpredictable at times, we believe her drive and the balance of her personality will make her easier to influence, with the promise of greater challenge and more likely to deliver results. Any information she might have that Richard Croft withheld from Trinity would simply be a bonus. We recommend her as a strong target for recruiting. The fuck? Ze wil ons erbij hebben in plaats van echt neerhalen. Impossible. I can't carry anymore. All full up. Can't carry anymore. Any idea why we're sealing everything up? Because Commander Wark said to hold the perimeter. No one goes in or out. I know that, smartass. But you know why? That's above my pay grade. When the recon team gets here, maybe they'll be able to tell us something. Vet, je kan jezelf helemaal vol pleuren met modder. Om dan uiteindelijk minder makkelijk zichtbaar te zijn. Almost there. All access points are covered, and most of the barricades are finished. Almost isn't good enough. Secure the perimeter now, and make damn sure it's locked tight. Aye, sir. If I could ask, sir, what's going on? Recon team is en route. Rourke out. First blood. Waarom krijg ik zoveel trophies, though? Is there any indication what might be happening before we lost contact? Team better get here soon. Hey,
Maar ze zijn er nog meer. I don't understand how this could have happened. Shouldn't we send someone down to look for them? Rourke was explicit. No search and rescue. Hey, heading over there now. Holy shit. Als hij nou daar omheen loopt, alsjeblieft, dan ontdekt hij dat lijk. Oké, die dudes zijn sowieso niet de slimste, want ze zijn allemaal neer. En hij heeft volgens mij niet eens deze gast gezien. Hij stond hier en hij zag dit lijk niet eens, dus ik weet niet wat er mis is met hem. Hij hoorde het geluidje ook niet piepen, helemaal niks. Is fucking slechte AI. Bizar gewoon. Oké, the perimeter is locked down. All we have to do is wait for the recon team. Doesn't it seem a little weird to you? There was a problem underground, but we're fortifying ourselves from a threat from overland. Seems pretty standard. If something did go wrong, we should assume it could be anything. We've got the temple covered, too. I don't know, man. It still feels like we went from an amber alert in a known area to a red alert all over the place. We've been overreacting to things ever since that storm hit. Hang on. Checking now. What doesn't work? Back up! Wait! Check for fire! God damn it, he's hunting us! Find the fuck responsible for this! Prachtig dit. Gotta check that. He's coming! Where are you? Jonah, Commander Rourke is here in Peru. He ordered Trinity to lock down a dig site below an old oil well. You going to check it out? Yeah, I'll see what they found. Rourke was there in Cozumel when Dominguez took the dagger. They must have figured out the next step to the hidden city. Het is zo mooi dat die gasten zo helemaal niets door hadden van wat ik deed. Elke keer uit de tent lokken, omlopen, doodsteken. Weer uit de tent lopen, doorlopen, omlopen, doodsteken. Zo easy. Mooi man. Lekker dig site hier. There's been a bloodbath here. What happened? Al die Trinity guys zijn neer. Kijk ze nou. Verwondingen in hun chest. Attention, Dr. Dominguez. Possible entry point located for temple outside of Kwakyaku. Excavation equipment en route. Oh.
Lijpe drill. Alles lopen ze te verstoren en daarna gaan ze pas naar binnen. Hoe gevaarlijk is dat dan? The fuck, ouwe. Maar leert Trinity niet van zijn of haar fouten dan? Kijk hoe vaak het in het verleden is fout gegaan in bijvoorbeeld Rise of the Tomb Raider. Elke keer dat kwaad dat er schuilt achter de voorwerpen naar waar ze zoeken, de artifacts. En hier gaan ze gewoon weer compleet naïef in. Jonah, I made it inside the temple. I think we found something here too. Some numbers. I'm gonna clear it off. The numbers on the pillars look like the first half of dates. Ishel on the left, Shakshel on the right. Dat symbool moet ik hebben. Oh nee, dat symbool staat sowieso goed. Is het misschien 5 plus 3? Kan dat kloppen? Ik heb zo geen idee. Wat is dat? Oké, dit is één ding. Even serieus, hoezo staat er een vloer van een tempel voor altijd in de fik? Wat ligt er op het water überhaupt? Best wel spannend deze. Oh shit. Ik hoop dat dit goed gaat. We gaan het zien. Dit is het einde van de aflevering. Ik ging ook echt als een soort mogol naar binnen zonder te kijken wat überhaupt de oplossing was. Deze klopt. Deze was niet zo heel moeilijk. Sowieso is deze hele puzzel niet zo heel moeilijk, omdat je alleen de onderste hoeft te doen. Hè? Ik ga ervan uit dat dit aanklopt.
Of staat hier aangegeven wat ik moest doen? Als vierde een streep. This is it. Let's go, baby. Hey, Jonah, any progress? Yeah. There's an incomplete date and a depiction of Shuck Shell. I have two dates here and E Shell. I think I've seen the date on the left somewhere. Is er nu een vijfde bij? Ik zei nog wel, hij is niet moeilijk. Ik ga ervan uit dat dit weer klopt. Okay, Jonah. What's the final number for Shack Shell? A line across with two dots on top of it. 7, I think. Thanks. Spannend, sound effect, einde van de video. That's it. Holy shit, deze audio is bizar. Upgrade skill at base camp. Check hier natuurlijk niet zomaar, hè. Dit zijn echt van die hoekjes dat je denkt, daar kan echt wat liggen, 100%. Balam is the Maya word for jaguar. The Maya idolize jaguars for their majestic beauty and dangerous grace. Villagers would have 4 akantuns, idols which they placed at each corner of the village. At night, 5 Balams, spirit jaguar guardians, would come to the village. 1 Balam would station itself at each corner, next to an akantun, while the 5th and smallest Balam would coordinate their protection efforts against evil demons and spirits. Zo leer je nog eens wat. Jonah. Hey, Lara. It's Abby. Oh, hey, Abby. I found a mural. It seems to depict some kind of journey. Entering through a jaguar mouth follows a serpent toward a silver eye. Uh-huh. On the way, there's a spider and an eagle that rises toward a temple. Okay, I don't know about most of that, but the jaguar mouth is back this way. Really? Yeah. Cat sculpture, big teeth. Oh, here. He's back. Lara, you okay? Yeah, I'm heading back. Good. I think you're gonna like this. Like what? Dat zullen we vanzelf zien in de volgende aflevering. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken, de support op de episode. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Er de volgende part bij zijn. En dit is mijn 9e aflevering geweest van Shadow of the Tomb Raider. Tot de 10e.